Waarom vond u het nodig dat dit boek moest verschijnen? Ik denk, er zijn daar een aantal redenen toe geweest. Een van de eerste redenen was, en Erik heeft er al naar verwezen, het ontslag van Dirk Wouters heeft me toch wel getroffen, vooral op de manier op hoe dat gespeeld is geweest. Twee is dan nadien, zoals het vaak in de commissie media is, het gaat nu en dan een keer luid, is er een woordenwisseling geweest tussen mezelf en de minister. We verweten elkaar in feite dat we geen visie hadden. Ik had al gezegd, ik ga die visie op papier zetten. En tezelfde tijd is het ook wel belangrijk om te weten dat binnenkort de onderhandelingen op de nieuwe beheersovereenkomst starten. En dat we daar toch wel geprobeerd hebben in het boek toch een aantal ergernissen die toch van de voorbije jaren, om die weer te geven in de hoop dat men dit zal lezen en dat men een aantal bijpassingen zal doen. Voor ik wil ingaan op de inhoud, het boek is eigenlijk ook een beetje een ode of een hart onder de riem van het parlement, de commissie media. En eigenlijk steunt u zeer sterk op de verslagen van die commissie om uw boek te maken. Toch is het voor die commissie media, krijgt heel vaak het verwijt. Zij speelt een rol die ze niet mag spelen. De VRT is autonoom. En eigenlijk bemoeien ze zich met zaken waarmee ze zich niet moeten bemoeien. Wat zeer snel het verwijt oplevert van de politiek kan dat kind, die VRT, maar niet loslaten. En probeert daar toch nog altijd in het slechtste geval of in het beste geval zout op slakken te leggen. Goed, dat is niet zo erg. Maar van de andere kant zich ook te bemoeien met inhoud van programma's en ook met benoemingen van mensen. Hoe reageert u daarop? Als het gaat over inhoud van programma's, en ik roep de getuigenis van vele gewezen en huidige collega's, gaat dat in mijn inziens weinig over. Hè. Waar het vaak over gaat, gaat over de commercialisering en telkenmale ook het gebrek aan transparantie. We hebben de tijd meegemaakt dat men alles voorstelde, alles goedkeurde en op het einde van de rit kwam men met de factuur naar het Vlaams parlement. Het was ja of ja. Ja, bedoel, er zijn ook andere noden buiten media in de begroting. Vandaar dat dat telkens leidt tot grote discussies. Maar het is niet de ambitie, en zeker naar de toekomst niet, inhoudelijk, daar blijft de politiek af. Maar als we de begroting goedkeuren, de laatste problematiek rond het knipperlichtenmodel, als er een systeem is, als men de radioreclame niet haalt, en men doet daar een voorstel om x aantal miljoenen euro's, wat gaat vaak over grote bedragen, bij te passen, vind ik het normaal dat een parlementslid vraagt, ja, hoe is dat bedrag samengesteld? Hoe zit het in elkaar? En dat je dan stevast de opmerking krijgt dat dat er in feite niet aangaat. Ja, op dat vlak ben ik dan wel een moeilijke jongen. Om te zeggen, goed, we hebben ook onze verantwoordelijkheid naar de begroting. Ik wil daar inzagen en ik wil weten hoe het in elkaar zit. We hebben de tijd nog meegemaakt als we parlementaire vragen stellen om te zeggen, ja, met welk productiehuis werkt de openbare omroep samen, met welke? Ik heb het nog het antwoord gekregen van een van de vroegere gedelegeerd bestuurders. Ja, meneer De Carwey, zet u een week voor de tv en kijkt naar de overall en daar gaat u zien welke productiehuizen er samenwerken. Op dat vlak is er al enorm veel beterschap in de maak. Hè. Ik heb dat niet alleen gedaan, alle andere collega's die ook veel vragen eromtrent stellen. Dus dat is transparantie. En dat is niet moeien met de zaak. Benoemingen, ja, ach, natuurlijk, in de situatie komt, zoals de laatste keer, kunnen toch niet zeggen dat dat allemaal vrij vlekloos is gelopen. Er is toen vanuit het parlement lang stil geweest, maar ik denk, en vooral dan de oppositie, kunnen niet verwijten dat men daaromtrent vragen stelt en dat er daarover gedebatteerd wordt. Maar nog een keer, de benoeming zelf van mensen, denk ik dat dat tot op vandaag vrij objectief gebeurt, maar vaak dikwijls op een ongelukkige manier. Het vreemde is dat er over, laten we zeggen, 70-80% van de aanwezige stemmen of de mensen die die stemmen vertegenwoordigen, men het eens is dat er een sterke openbare omroep moet zijn. Het is niet zo dat er buiten misschien een paar einzelgangers in het parlement die af en toe in hun colère zeggen van schaf de boel maar af, maar meestal zijn de meeste parlementariërs wel van overtuigd dat er een sterke openbare omroep moet zijn. Maar wanneer dat dan moet worden ingevuld, dan beginnen de discussies. Hè. Wat mag die omroep dan wel doen? Wat mag die omroep niet doen? De opdracht is op vandaag nog even actueel en accuraat dan in 1996 of 1997. En dat zal binnen 10 jaar ook zo blijven, daar ben ik heilig van overtuigd. Maar tussen theorie en praktijk, en dat heeft vaak aanleiding gegeven tot discussies in het parlement, als we kijken naar de decretale opdracht, dan zegt het decreet dat men aandacht moet hebben voor informatie, educatie, ontspanning en cultuur. Maar tezelfde tijd zegt het decreet dat prioritair de aandacht moet gaan naar informatie en cultuur. Dat betekent dat er toch ergens een gradatie zit. En destijds, toen de openbare omroep
los van de politiek, Sportza startte. Achteraf gebleken had men het geld op een structurele manier er niet voor. Ja, dan zeg ik, dan klopt dat ergens iets niet in uw opdracht. Hè. Probeer u te beperken en zeker als de budgettaire toekomst er toch niet zo spectaculair uitziet, want de groei van telkenmale 4%, denk ik gezien de budgettaire context, dit behoort tot het verleden. Ja, meer op uw kerntaken. Maar dan krijg je het verwijt, je wilt een nichezender maken, je wilt ze kapot maken, verre van. Men kan ook een algemene generalistische zender blijven, met meer de nadruk op de kerntaken dan op vandaag. Kijk, ik schreef ook in het boek, nu houdt men 44% aandeel. Misschien had dat resultaat zijn dat men dan zakt naar 37%. En dan zeg ik gewoon, zo wat. Kan u stellen dat de middelen waarover de samenleving dan via het parlement en via de regering en de raad van bestuur beschikt om de VRT te controleren, dat die eigenlijk voldoende zijn en dat de problemen die er in het verleden geweest zijn vaak te maken hebben gehad met onwil van gedelegeerd bestuurders? Of zijn er toch nog regels die volgens u moeten worden aangepast? Ik herinner mij een conflict over wie controleert de VAR. De VAR is geen, hoort niet tot de openbare sector, maar levert natuurlijk wel een essentiële dienst aan die openbare omroep. Zijn er daar nog maatregelen nodig? Er zijn er al genomen, de verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur, daar is aan gesleuteld. Of denkt u, nee, als er een voldoende vertrouwen is tussen die driehoek waar meneer Van Rompuy het over had, dan zitten we op dit moment met voldoende instrumenten om een transparantie te garanderen? Ik denk dat we nog altijd verder kunnen gaan, vooral de parlementaire controle. De VAR is nu een schitterend voorbeeld. We mogen als parlementair niet weten wat die laatste 10% om de Corelio-groep eruit te kopen. Wat heeft dat gekost? Ik stel gewoon vast, als twee beursgenoteerde bedrijven een fusie doen of een verkoop of een aankoop of gelijk wat, dat duidelijk, dat we weten over welke bedragen het gaat. Hier mogen we dat niet weten. Ik vraag me af waarom dat er daar als bedrijfsgeheim is. Een ander voorval, Hanse problematiek van de restylingkosten van M&M. Je moet daar ongeveer Hanse Vlaanderen voor omkeren om dat te weten. En als je dan zelf vaststelt dat mensen die daar werken nog via BVBA's nog een keer extra factureren, vind ik dat je daar als parlementair vragen moet kunnen overstellen. Maar tezelfde tijd word je dan aangevallen door die betrokken mensen zelf met meneer Van Roo op kop om je desnoods te dagvaarden en je financieel te treffen. Ja, ik heb dan gelukkig collega Peumans, die voorzitter is van het parlement, die daar op een accurate manier heeft op gereageerd. Dus ik vraag me af, wat is er daar allemaal van geheimen aan een aantal dingen die al 2-3 jaar geleden is? Maar ik denk dat die geest bij een aantal mensen bij de publieke omroep er nog altijd in zit en die moet er in feite uit. Ik ben niet uit op contracten in te zien, daar gaat het niet over. Maar als het over belastingsgeld gaat en over een aantal operaties die mislukt zijn, dan moet men zich daar kunnen over verantwoorden en moet daar inzicht in hebben. En op vandaag kan dat beter en ik heb toch al begrepen van de nieuwe voorzitter, van Luc van den Branden, dat hij daar weer rondwerken, verder werken. En ik hoop dat de nieuwe gedelegeerd bestuurder daar toch op een betere manier mee omgaat dan met haar voorgangers. Het is in het verleden wel een paar keer hart tegen hart geweest met bedreigingen. U vertelt een anekdote in uw boek hoe Tony Marie in 2005 in de loge van Waregem Koersen eigenlijk tegen u zegt: als jij altijd zo kritisch bent voor de VRT, moet je niet verwonderd zijn dat je nooit op televisie komt. Had u de indruk dat het een boutade was van Marie? Want iedereen kent Marie. Hij kan soms nogal frivol uit de hoek komen. Of heeft u zich echt geboycott gevoeld op een bepaald moment door de openbare omroep? Ik bedoel, dat is inderdaad een uitspraak van 2005 op Waregem Koersen. Bij Telenet was dat toen. Dat Marie spontaan gewoon flap uit. Trouwens, ik vind Tony Marie als mens een plezante en aangename mens. Ik ga dat niet ontkennen. Als manager is het natuurlijk wat anders, maar ik heb daar zeer aangename gesprekken mee gehad. Ze is een zeer charmante type, maar ik kon niet ontwaarden rond bepaalde dossiers dat het de logica zelf was dat men daar op tv iets rond maken, ja, dat toch wel bijzonder moeilijk was. Ik geloof nooit dat een hoofdredacteur of redacteur zich laat leiden door mensen die zeggen die en die niet. Ik geloof daar wel niet in, maar dat dat misschien in de mensen hun hoofden wel meespeelt. Dat is ook waarschijnlijk bij de commerciële, dat ze de ene wat liever zien dan de andere. Maar in ieder geval, Tony Marie heeft het op die manier gezegd. En zo'n dingen kun je natuurlijk nooit controleren natuurlijk.
Als je de cijfers bekijkt, dan is de VRT eigenlijk een zeer goedkope openbare omroep. Als je dat vergelijkt met de BBC, die kost €82 per Brit en de VRT slechts €48 per Brit. Dus dat misschien toch een beetje proberen op uw oude spoor te brengen. Een reclamevrije openbare omroep, dus als je die cijfers gelijk krijgt, dan heb je die uiteindelijk. Is het dan toch niet verstandiger en ook duidelijker en transparanter, als je dan toch in de naam van de transparantie spreekt, om te zeggen, oké, laat het commerciële geld voor de commerciëlen en het publieke geld voor het publieke. En nu spreek ik ook als werknemer van een van die mediagroepen uiteraard. Nu, ik denk... En ik hoop dat de nieuwe gedelegeerd bestuurder straks bij de eerste contacten met de parlementaire niet afkomt zoals de voorvoorgangers allemaal. Een tabelletje om te zeggen, kijk, weet u, zo weinig dat wij kregen als openbare omroep, want in Europa kreeg de Slovaakse tv per inwoner... Voor mij gaat het daar niet over. Want dan kunnen we misschien zeggen dat wij per inwoner veel meer doen dan de Britten in zaken onderwijs of in welzijn of in andere sectoren. Dus men moet kijken, wat is de situatie op vandaag? Het is een illusie om te zeggen... volledige dotatie en de commerce volledig weg. Eerlijk zeggen, toen hebben we die actie gevoerd, maar achteraf, ik moet dat altijd in de politiek, en dat is misschien ook wat kenschetsen voor mezelf, ik storm graag een keer vooruit, wetende in een zwart-wetstelling, en dat we dat ergens grijs of ergens anders landen, en er is toch een stukje binnengehaald, ben ik tevreden. Ik heb tenminste een klein steentje verlegd als dusdanig. Maar uiteindelijk denk ik dat er altijd een stuk... commerciële inkomsten gaan moeten blijven van de openbare omroep, omdat dat ook wel een bepaalde dynamiek in het huis genereert. Maar je hebt ook waarschijnlijk gelezen naar de toekomst toe van de beheersovereenkomst, moet men dit ook op een aantal vlakken plafonneren en duidelijk stellen om inderdaad, dat Vlaamse medialandschap is klein, de commerciële spelers hebben het ook moeilijk, zij hebben de economische crisis op hun eigen moeten verteren, waar dat de VRT, ja, de radioreclame zakt, geen probleem, het Vlaams parlement gaat bijpassen. Dat is een heel ander verhaal. Dus ik pleit voor die verhouding wat opnieuw qua commerce naar beneden te doen. Maar aan de andere kant moeten we dan kijken op welke manier we daarmee kunnen aangaan. Het kan niet de bedoeling zijn dat we de openbare omroep vleugel lam maken. Maar die verhouding zal toch wel moeten bijgestuurd worden. Over van gedacht veranderen gesproken. U heeft zich destijds, toen Tony Marie besliste om de reeks Flikken eerst via... de distributie aan te bieden in een betaalmodel. Hè. Dus mensen die toen digitale televisie hadden, konden Flikken eerst zien als ze daarvoor betaalden. Daar is een heel grote rel over geweest toen. U pleit nu in het boek eigenlijk ervoor om toch na te denken dat de openbare omroep in primeur zijn premium content in primeur zou kunnen aanbieden tegen betaling. Waarom bent u van gedacht veranderd? Twee elementen toen we er toen tegen waren, omdat, en dat is ook naar de toekomst toe, de VRT moet ook maken dat ze neutraal is naar alle operatoren. Toen was het enkel met Belgacom. Twee, waarom waren we er toen tegen? Op dat moment waren er amper 5 à 10% mensen die digitale televisie hadden. Ik zeg wel dat het bespreekbaar is, want alle prognoses maken dat tegen 2012 waarschijnlijk 80 à 85% van de Vlamingen digitaal kijken. Dat is natuurlijk een gans ander verhaal in plaats van de 10%. Vandaar dat ik stel, we moeten daar kunnen over debatteren en daar moet de openbare omroep ook kansen krijgen om nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. U ontwikkelt een stelling in het boek die niet nieuw is, die we ook in andere media zien, dat de zender gaat verdwijnen, dat daardoor de publieke omroep zijn kerntaken moet aanbieden als een soort van productiehuis en die ten beschikking stellen van verschillende distributeurs. Is dat, op welke termijnen ziet u die toekomst? Want als je daar effectief op korte termijn naartoe wilt, dan heeft dat al gevolgen voor de beheersovereenkomst die je nu vrij snel moet maken. En is het niet sowieso al lastig om in deze tijden waarin de technologische ontwikkelingen zo sterk gaan, in onze sector de iPad, maar in het mobiele is natuurlijk aan het doorbreken, om die beheersovereenkomst telkens voor 4 jaar vast te leggen, is het niet verstandiger om daar toch momenten in te bouwen dat je die kunt heronderhandelen? Het einde van de generalistische omroepen, Erik heeft het ook gezegd, het is een controversiële stelling. Ik bedoel, ik heb dat zomaar niet neergepend. Dat is naar aanleiding van veel gesprekken, aanwezigheid op studiedagen. Geen misverstand, ik pleit daar niet voor, maar ik heb het wel het gevoel dat we naar die richting gaan. Dat kan misschien nog 15, 20 jaar duren, maar kijk vooral naar de jonge generatie. Men kijkt meer en meer tv à la carte. De vraag is dan... kunnen als generalistische zender altijd maar meer zenduren en van 's morgens tot 's avonds uitzenden. Ik geloof dat niet, omdat ook de budgettaire context zal veranderen op dit vlak. Aan de andere kant,
dat zal zeer geleidelijk aan zijn. Ik stel vast dat heel de problematiek van uitgesteld kijken en opnemen, ja, nu is dat nog complementair, maar op een bepaald ogenblik zal dat misschien de bovenhand nemen. En als ik kijk naar de jonge generatie, naar de kinderen toe, die kijken quasi geen tv meer. Die kijken op het internet, die kijken dus via de pc. Dus dat zijn evoluties, denk ik, dat je daar een onderscheid moet maken ook in de generaties. Maar het punt is, dat is ook mijn pleidooi in het boek, een beheersovereenkomst gedetailleerd afspreken voor de komende 5 jaar, ik denk dat dat niet meer van deze tijd is. Je moet wel 5 jaar de grote kaders geven en rechtszekerheid geven en financiële zekerheid geven aan de openbare omroep om te zeggen, kijk, je kunt zeker zijn, in de eerste 5 jaar krijg je die dotatie gegarandeerd. Maar we gaan de sleutels inbouwen om tussentijds nieuwe evoluties te kunnen daarop meepikken. Een van de voorbeelden is in het Duitse omroeplandschap. Als de openbare omroep daar wil commercialisering doen van websites en internetgebeuren, ja, dat men dat wel eerst moet toetsen aan een aantal criteria. Dat de raad van bestuur dat beslissing moet innemen. Ik denk niet dat men 5, 6 jaar geleden kon voorspellen wat er op vandaag al kan. Maar in de beheersovereenkomst is daar onvoldoende tot niet in aangepast. Natuurlijk kunnen redeneren, alles wat niet voorzien is kan, maar we weten dat dat leidt. Dat leidt tot grote problemen met andere mediaactoren. En ik denk, we zitten in een Vlaams klein medialandschap, dat we ook oog moeten hebben voor de commerciële spelers. Omdat de VRT brengt goede kwaliteit, maar de commerciële spelers, VTM, VT4, Kanaal Z en de regionale omroep en vele andere commerciële, brengen ook goede kwaliteit in vergelijking met het buitenland. En dit moeten we zo houden. Maar de VRT zal wel het kwaliteitsverschil op vlak van cultuur, op vlak van informatie moeten handhaven. En ik geloof op termijn, als die stelling of die evolutie doorgang vindt, dat informatie en cultuur de core business gaan moeten blijven van ja, public broadcast naar public content. De VRT zal op zich niet verdwijnen, maar het zal een compleet ander bedrijf worden. Daar ben ik wel van overtuigd in welke richting dat het exact zal gaan. Dus koffiedik kijken, ik heb een stelling geponeerd, maar voor de rest gaan we zien wat er gebeurt. Ik heb, misschien de meesten die hier aanwezig zijn weten dat niet, maar het is niet mijn eerste boek dat ik schrijf. Ik heb er nog 8 uitgegeven bij Lano over de toekomst van de landbouw. En toen heb ik ook voorspellingen gedaan hoe dat de landbouw in 1984 in het jaar 2000 er zou uitzien op het grondgebied van de stad Kortrijk. Ik heb dan ook ongeveer alle landbouworganisaties over mijn dak gehad. Maar het resultaat was dat na 10 jaar dit wel min of meer uitkwam. Ik weet niet of dat ook voor een stuk zou uitkomen. Ik weet het niet. Vandaar de titel Live or Let Die. Dat is persiflage op Live and Let Die van een James Bond film. Waar de mooie waarzegster, solitair een aantal prognoses doet. Al dusdanig. Dus ik doe het ook. Het is in feite aan de politiek en aan de nieuwe gedelegeerd bestuur met de Raad van Bestuur om de goede keuzes te maken. Ik ben er wel van overtuigd, als men de verkeerde keuzes maakt, dat het wel let die zal zijn.